Die is nog lekker strak. Psst, kankerhoer. Lekkere vriendin, man. Mag ik haar lenen? Lekker kutje. Zo, lekkere benen. Lekker zeg. Woon jij hier? Ik ga gezellig met je mee naar binnen. Catcalling, ofwel straatintimidatie. Claudia Vink uit Den Haag wil dat dit stopt. En ze komt in actie. Met stoepkrijt. Ik verzamel verhalen van mensen in de buurt die gecatcalled zijn. Dus die uitspraken naar een hoofdgroep krijgen. Lekker kutje. Stop straatintimidatie. En wat betekent boven lekker kutje dan? Nou, dat is naar een meisje geroepen dat over straat liep. Nee. Jawel. Ja. Hey, meisje. Kom eens hier. Ik wil vooral meer bewustzijn creëren. Dat mensen er meer bewust van worden dat het gebeurt, hoe erg het gebeurt, dat het niet kan. Want dat is in mijn ogen een beetje het probleem. Dat we het als samenleving met z'n allen zijn we gaan accepteren dat het er maar bij hoort. En dat vind ik eigenlijk niet kunnen, dat vind ik niet normaal. Dus ik vind dat we daarover moeten gaan praten. En ik hoop het gesprek zo te kunnen openen. Ja, het is gewoon eng dat een vreemde mannen naar je toe gaan roepen van hoi en plezier, weet ik wat. En dat punt ook, wij zijn allemaal 14. Dus. Ja. Kijk, ik schrijf nu bijvoorbeeld een best wel onschuldige op. Behalve dat het meisje dat dit net vertelde, dat het naar de groeper is, die was 14. Hey, en dan wordt het gelijk vervelend. Ik merk ook dat ik heel veel aanspraak krijg van mensen als ik ergens sta te krijten. Veel mensen die stoppen even, die vragen wat ik aan het doen ben, waarom ik het doe. En vaak delen mensen dan zelf ook ervaringen. Oh ja. Ze noemden daar een hoer. Ja. En toen zeggen ze, je zal je moeder bedoelen. En toen is ze heel hard weggefietst. En toen is ze heel hard weggefietst. En toen konden ze er niet in halen. Oh, maar ze kwamen wel achter haar aan omdat ze iets terug zijn. Ja. Oh, heftig zeg. Deze stoepkrijtactie is begonnen in New York. En daarna is het opgepakt in andere grote steden. Op Instagram zijn alle uitspraken terug te vinden. En kunnen mensen hun catcalls delen met Claudia. Zodat ze daarna in stoepkrijt terug te vinden zijn. Nou, ik wil vooral dat minder mensen gaan catcallen. Natuurlijk mag iedereen zijn stoepkrijt pakken. Meer bewustwording is gewoon beter. Maar ik hoop vooral dat mensen gaan praten.